Luister ook eens naar deze podcast. Napleiten. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download nu. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is vandaag maandag 8 juli 2024. Begin van de nieuwe werkweek. En begin ook van een dag waar zon ons deel is. Ongelooflijk, maar waar. Naast me zit Ivan Verrips. Goedemorgen, Bas. Waar je de komende 20 minuten bij praten over het nieuws van dit moment. Nou, waar gaan we het over hebben? Sowieso Frankrijk. Natuurlijk inderdaad over de Franse parlementsverkiezingen. Want dat is toch wel een verrassing. De linkse alliantie Nouveau Front Populaire heeft daar gewonnen. En dus niet Rassemblement National, wat vorige week nog op de plek 1 stond. Zometeen, over een paar seconden, onze correspondent in Frankrijk, Eva Ramelow. Ja, Duitsland gaat toch 25% van de Duitse hoogspanningsnetten van netbeheerder Tennet kopen. Uiteindelijk, tenminste, dat zegt het FDP-bondsdaglid en woord voor de begrotingsstaat Otto Frieke tussen neus en lippen door. En het is de week van de NAVO-top in Washington. En die gaat inderdaad uiteraard over de oorlog in Oekraïne. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die is daarom deze week in Oekraïne, vertelt ons over de uitdaging waar het nu het land mee te maken heeft. En er zijn ook Nederlandse bewindslieden, zoals we weten. Onder meer de minister van Defensie is er langs geweest, Brekelmans. Dat en meer. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag. Iwan, we gaan naar Parijs. Ja, want je zei het al, een verrassing daar. Niet Rassemblement National van Marine Le Pen, maar de linkse alliantie Nieuw Volksfront van Jean-Luc Mélenchon lijkt de parlementsverkiezingen te hebben gewonnen. Volgens de eerste resultaten eindigt die partij ergens tussen de 172 en 215 zetels in de nationale vergadering. Dat is dus geen absolute meerderheid, maar wel de winnaar. Ensemble, dat is die centrumalliantie van Emmanuel Macron, wordt waarschijnlijk tweede. En RN dus pas derde. Dit is de leider van dat nieuwe volksfront. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement National est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine. C'est même tout le contraire. Nou, meneer Mélenchon, hè? Ja, die was dat is een radicaal linkse man, echt. Ja, ik weet hem niet ja, heel ja, veel van hem, maar gaan we zo meteen horen van Eva. Ja, zeker, gaan we met Eva bespreken. En ja, dan de man die gedoodverfd premier zou worden namens Rassemblement National, de partijleider van die partij naast Marine Le Pen. En dat was meneer Jordan Bardella, 28. Die spreekt er schande van dat er een samenwerking zou ontstaan, een alliantie, om zijn partij weg te drukken. Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Bardella zegt dus, het land wordt in de handen van extreem links gedreven. Het extreem links van Mélenchon. De huidige premier, Gabriel Attal, heeft aangekondigd gisteravond al dat hij vandaag zijn ontslag zal aanbieden bij president Macron. Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un score trois fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines, ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Ja, we gaan het verder bespreken met Eva Ramelow, onze Frankrijk-correspondent. Eva, goedemorgen. Goedemorgen. Het was een ontzettende gok van Macron dat hij besloot om het parlement te ontbinden. Toen zag hij in de eerste ronde dat rechts, extreem rechts, enorm naar voren kwam. Ja, en daarna werden er de kanonnen in stelling gebracht. En is de balans volledig de andere kant uitgeslagen. Hè? Is dit toch een verrassing? Ja. Iedereen had natuurlijk voorgesorteerd op het Rassemblement National als grootste. En ze zijn ook wel groot geworden natuurlijk. Hè. Ze hebben een flink aantal zetels gewonnen ten opzichte van wat er in de assemblée zat. Maar het werd inderdaad al vrij snel duidelijk dat ze geen absolute meerderheid zouden krijgen. De peilingen lieten dat wel zien de afgelopen week. En het Nouveau Front Populaire, dat linkse blok, dat werd steeds groter. Het Republikeins Front ook, hè, dat de afgelopen week werd opgetuigd samen met het midden, met z'n allen tegen het RN. Dat heeft dus gewerkt, dat blijkt. Ja. En zoals het er nu voor staat, heeft dus niemand een absolute meerderheid. En dat is een heel groot probleem, want Frankrijk is
je gewend aan regeren met absolute meerderheden. Coalities maken doet Parijs eigenlijk niet. Dus de grote vraag is nu, zijn we onbestuurbaar? Wie gaat de regering vormen? En vooral, wie wordt de premier? Ja, dat is nogal een dingetje. Hè? Toch eventjes, voordat we erover gaan praten, eerst de opkomst. Die opkomst was waanzinnig hoog. Heel veel mensen die dachten, ho, wacht eventjes, we gaan niet dit land laten leiden door een extreemrechtse regering. Is dat inderdaad de payoff van deze uitslag? Ja, dat is. De opkomst was inderdaad net zo groot als in de eerste ronde. En toen was hij eigenlijk ook al waanzinnig hoog. Hè. Sinds de jaren, 1981 hoorde ik, was het niet zo hoog geweest in de tweede ronde ook. Ja. Dat is dat Republikeinse front. Dat heeft echt wel, dat heeft de mensen echt naar de stembus getrokken. Ja. En het klopte dus, wat ik van de week zei, en wat inderdaad een aantal analisten ook zeiden. Wie rechts wilde stemmen, had dat al gedaan. Dus er was niet heel veel reserve meer voor het Rassemblement National. Ja. En aan de linkerkant was er blijkbaar wel nog veel reserve. Ja, nu inderdaad zijn we voor een enorm raar dilemma. Want drie partijen die eigenlijk allemaal, ze ontdoen elkaar niet zo gek veel, hè, qua zetelgrootte. En dus moeten er coalities worden gemaakt. Ja, wat dan? Inderdaad, Macron, dat was een van de analisten die ook zei, die heeft het land wel in een volledig onbestuurbare situatie gebracht. Ja, inderdaad. Hij had de afgelopen jaren had hij al moeite met besturen natuurlijk. Hij maakte al gelegenheidscoalities. Waarbij hij eigenlijk samen met de Les Républicains regeerde. Dat is de centrumrechtse partij. Ja. Mm-hmm. Hij kan die steun nu voortaan aan de linkerkant zoeken. Maar dat blok dat nu zo groot is geworden, dat Nouveau Front Populaire, dat bestaat uit een aantal partijen die het onderling ook niet overal over eens zijn. Nee. En dat gaat uit elkaar vallen als het eenmaal in de assemblée zit. Mm-hmm. Dus dat wordt per dossier een enorme klus. Ja. Maar eerst moet die regeringsvorming geregeld worden. Want je hoorde het al, Attal die treedt af als premier. Ja. Hij blijft wel even zitten, zegt hij, zolang die nog nodig is. De Fransen zijn gewend om meteen eigenlijk een regering te hebben. En dat is niet het geval. En er werd gisteravond ook op televisie ook al gerefereerd aan Nederlandse toestanden. Gaan we het dan doen zoals in Nederland? Gaan we dan maanden praten? Mm-hmm. Kunnen wij dat aan, was de vraag. Frankrijk betreedt een heel nieuw terrein hier. Ja, dat blijkt. En inderdaad, je zei het al, wie wordt dan de nieuwe premier? Dat was met meneer Bardella. Als Rassemblement National gekozen was dat gedoodverfd. De man die Frankrijk zou gaan leiden onder Macron. Krijgen we nu Jean-Luc Mélenchon, wat een hele uitgesproken ultralinkse man is. Ja. Nou, als het aan hem ligt wel. Ja. De andere partijen zien dat in dat blok ook zien dat helemaal niet zitten. Ja. Hij heeft zichzelf gisteravond opgeworpen namens het linkse blok notabene. Ging er ook meteen met een gestrekt been in tegen Macron, tegen het midden. Maar ja, de man is, wat je al zegt, die is omstreden. Een ongeleid projectiel. Hij staat pontificaal voor de Palestijnse zaak, waarmee hij veel steun onder de bevolking krijgt. Maar wat een ander deel van de bevolking dan juist weer tegen hem in het harnas jaagt. Eigenlijk is zeker dat hij het niet gaat worden. Laurent Berger, een oud vakbondsman, is een naam die je wel hoort rondgaan. Hij werd al eerder door de linkse partijen, met name door de socialisten, naar voren geschoven. Als iemand die boven de partijen kan staan. Maar er gaan nu een heleboel meer namen rond. En ja, in de loop van vandaag zal misschien een beetje een serieuze kandidaat komen bovendrijven. Ja, eventjes nog terug naar de woorden van Jordan Bardella, die we net hoorden. Hè, die lieten we eventjes even horen. Die zegt, ja, je hebt je als Frankrijk nu in de klauwen van extreem links laten sturen. Maar wat ik ook hoor een beetje als ik zo om me heen kijk, is dat er heel veel verontwaardiging is vanuit de Rassemblement National hoek. Die zegt, heel Trumpiaans, die anderen hebben gewoon vals spel gespeeld. Het is gewoon een opgelegd pandoorbewijst. Ja. Ja, Trumpiaans inderdaad. Het is een beetje een klassieke beschuldiging. De partij zou slachtoffer zijn van desinformatie. Mm-hmm. Er zou een karikatuur van het Rassemblement National zijn gemaakt in de media. Bardella zei dat in zijn speech. Marine Le Pen heeft ook zoiets gezegd al. Ze hebben gewoon verloren. Of in ieder geval niet zoveel gewonnen als voorspeld was. Yeah. Wat ik zei, ze zijn wel heel groot in het parlement geworden. Dus ja. Eigenlijk hebben ze wel gewonnen, maar niet wat ze hadden gewild te winnen. Bardella wordt geen premier. Dat was even een hele mooie droom. Maar hij gaat nu gewoon zijn zetel in het Europees Parlement innemen. Ja. En nu, Macron. Zittend president.
Wat is er, wat gaat er van Macron worden? Die heeft nu straks, hij ziet hij een parlement onder zich, totaal verdeeld. Nederlandse toestand, je zei het al, coalitievorming. Ja. Hij is zijn premier kwijt. Hij is eigenlijk, ja, is hij alles kwijt. Ja, ja, hij zegt, gisteravond zei hij dat hij nog even wacht tot duidelijk is hoe dat assemblée er precies uit gaat zien. Dan gaat hij beslissingen nemen over welke regering die wil en welke premier die wil. Dat zou dus vandaag wel ongeveer duidelijk moeten worden. Maar ja, het gaat dus iets langer duren. Hij is een hoop steun kwijt sowieso. Hij is ook een hoop goodwill kwijt, want niemand snapte waarom hij dit gedaan heeft. Hè. Frankrijk was even 4 weken in paniek. Ja. En ja, ondertussen gaat hij wel gewoon door als president. Hij gaat woensdag naar de NAVO-top in Washington bijvoorbeeld. Ja, voor die tijd zal het niet geregeld zijn. Maar aan de andere kant, wat is het nog? 2 weken, 3 weken en dan is er de Olympische Spelen. Ja. En dan moet er natuurlijk wel een regering zijn. Ja, Atal die blijft misschien nog even aan. Maar, ja, maar dan moet Macron toch wel, ja, ik wil zeggen, iets op het bordes hebben staan. Maar hij moet bij die opening van de Olympische Spelen wel met een regering komen aanzetten. Want anders dan, ja, dan is het een blamage natuurlijk. Ja, ik heb het donkerbruin vermoeden even dat we elkaar de komende dagen wat intensiever gaan spreken nog. Dankjewel. Eva Ramelow, onze correspondent in Frankrijk. En de eerste reacties komen ook binnen, Iwan. Ja, vooral Europese reacties. Niet trouwens van de regering in Nederland. Ik heb even zitten kijken bij Kasper Veldkamp inderdaad. Maar ook Dick Schoof. Nou, allemaal nog geen reacties daar. Wel bijvoorbeeld vanuit Duitsland, Polen en Spanje. En daar zie je toch vooral bij de zittende macht opluchting. Zo zegt de Spaanse premier Pedro Sanchez dat er sprake is van een afwijzing van radicaal rechts. Hij schrijft op X dat Frankrijk kiest voor een sociale linkerzijde die de problemen van het volk aanpakt met serieuze en moedige beleidsmaatregelen. En ook de Poolse premier Donald Tusk die is gelukkig met het feit dat uiterst rechts Rassemblement National het slechter heeft gedaan dan in eerste instantie verwacht. En zo zegt Tusk, enthousiasme in Parijs, ontgoocheling in Moskou, opluchting in Kiev. Zo vat hij eigenlijk de verkiezingsuitslag samen. Het is volgens de Poolse premier genoeg om gelukkig te zijn in Warschau. Tot slot nog even naar Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier, die zegt dat het ergste is vermeden. Dus ik zei het al, de zittende macht, ook in Brussel, zal blij zijn met deze uitslag. Ja, je hoorde net al even Gamelo. Straks uiteraard ook in de gewone uitzending Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. En Café de Paris. Ja. Ja, wat dacht je? Dan de Canadese Kelly Blair keek raar op toen er een paar weken geleden iets uit zijn tuin werd gejat. Maar nog gekker was het toen het weer terug werd gebracht. Oh. Spiksplinternieuw. Huh? Ja, hoe dat zit hoor je over een, nou, dikke 10 minuten. Ochtendnieuws. Duitsland gaat toch 25% van de Duitse hoogspanningsnetten van netbeheerder Tennet kopen. Dat zegt Bondsdag lid voor de FDP en woordvoerder begrotingszaken naar Otto Frieken in de BNR-podcast Oosterburen van onze correspondent Dirk Marseille. En hij bracht het nieuws, ja, een beetje tussen neus en lippen door. Ik heb het gezien met die onderhandelingen over Tennet, die voor het eerst nu zijn misgegaan. Ik geloof dat we in ongeveer 3/4 van het jaar hebben we dan een oplossing van 25%. Maar dat is mijn persoonlijk het ding wat ik denk zou gebeuren. Maar wat is dit nou weer? Je dropt hier even een geweldig nieuws. Ja, is toch mooi? Ja, nee, maar is dat mooi? Nee, dat moet je even uitleggen. Ga ik misschien later doen, maar over de leiderschap ga ik eens zeggen. Hey, kijk, dat is een mooie, hè? Zo krijg je dus al eens van, ik wil. Ja, dit is heel frustrerend. Eventjes nog, we hebben Duitsers meer verklaard. 25%, het gaat om een paar miljard, zegt hij even zo tussen neus en lippen door. Frieken die is als woordvoerder begrotingszaken van de FDP mede verantwoordelijk ook voor het goedkeuren van de deal, dus ja, hij kan ervan weten. Vorige maand werd bekend dat de verkoop van het Duitse onderdeel van Tennet aan de Duitse overheid werd gestaakt. Was groot nieuws, zou te maken hebben met culturele verschillen tussen Duitsers en Nederlanders, maar ook gewoon het feit dat er geen geld was, begrotingsproblemen, precies. Het kon niet betaald worden. Frieken zegt, ja, dat had wel voorkomen kunnen worden. Het verschil zit hem ook in hoe bedrijven en politiek samenwerken. Want in Nederland is het zo geregeld dat bedrijven met de politiek uiteraard in gesprek gaan over wetgeving. Een soort privaat-publieke samenwerking. Dan legt de politiek economisch noodzakelijke zaken vast in de wet. Nou, in Duitsland gaat dat anders. Daar dicteert de politiek hoe het moet gaan. En zo zal het gaan. 2 jaar geleden was volgens Frieken al duidelijk dat een aandeel van 100% van de Duitse regering in Tennet, dat een te grote hap was, dat te duur was. En een aandeel van een kwart dus, van 25%, ja, dat is dan genoeg om
toch wel voldoende inspraak te hebben. Ja, als we heel veel zeggen, er was een kans en die hebben we helemaal niet gehaald als Duitsers. Maar er zullen ook mensen zijn die zullen zeggen, ja, nee, die oplossing moet zijn dat we... Tennet is een deel van het elektriciteitsnet in Duitsland. Dus we hebben ook maar een deel gekocht. We hebben nog drie andere. Ja. En ik geloof de oplossing moet zijn zo'n 25% van ieder te hebben om een basisinvloed te hebben. Dat is de Duitse constructie. Ja. Ja. Bij 100% hadden we dan herr ministerraad Meijer wordt CEO en herr regeringsraad Müller wordt CFO of zoiets. Ja. Dat is geen oplossing. Ja. Ja, daarbij natuurlijk 25% is natuurlijk ook in Duitsland. Als je dat hebt, dan heb je echt een voet tussen de deur. Ja. En niet 24,9. Nee. Oké, maar nu mag ik nog de advocaat zijn. Maar 24,9 met een overeenkomst van de rechten van 25. Dat gaat wel. Nou, door het klappen van de overname van het Duitse deel van Tennet liep de overheid, loopt de overheid, onze overheid, 22 miljard mis. Hè? Dat zou dan weer gestoken worden in het verzwaren van de energienetten hier. Ja. Nou ja, een kwart daarvan is 5,5 miljard. Nou, ja. Misschien komt dat dan toch nog binnen. Het hele gesprek met Frieke en ook, er zal nog een officiële bevestiging van dit alles moeten komen enzovoorts. Maar dat hele gesprek met Frieke hoor je in de podcast, ik zei het al, Oosterburen. Je vindt hem in de BNR-app. Ja, geen Macron, geen Sunak, geen Biden, geen Trump. De beurzen zijn in de band van andere dingen, zegt Jelle Maasbach van BNR Beurs. We zijn lang om de oren geslagen met verkiezingen. Dat heeft invloed gehad op de beurs. Maar het gaat de komende tijd weer gewoon om individuele aandelen. Deze week start namelijk het cijferseizoen weer op. Jawel, het gaat weer beginnen. Traditioneel begint dat met Amerikaanse grootbanken, maar één bedrijf is ervoor. PepsiCo laat namelijk weten of consumenten nogal trek hebben in chips, cola en energy drink. Daarna komen Wells Fargo, JP Morgan Chase en Citigroup met cijfers. Nu de rente al een tijdje vlak ligt in de VS, verwachten beleggers minder vuurwerk van de renteinkomsten, ook omdat banken zichzelf toch moeten financieren met leningen. Verder wordt er gekeken naar leningen die niet meer betaald worden. Dat komt zowel uit het commerciële vastgoed als uit consumenten die bijvoorbeeld hun autolening niet meer kunnen betalen. Naast al dit cijfergeweld staat de week vooral in het teken van inflatiecijfers. CBS komt met de definitieve Nederlandse cijfers over juni. En daarna sluiten Duitsland en China aan met hun eigen prijsstijgingen over de maand. Ja, het Maasbach van BNR Beurs, elke avond 6:30, live op deze zender. Elke avond van de werkweek, uiteraard. En als je het niet kunt beluisteren, no sweat, dan ga je gewoon even de podcast BNR Beurs downloaden. Nogal makkelijk. Het is de week van de NAVO-top in Washington. Daar gaan we later deze week veel meer over horen. En daar wordt gesproken over veiligheid van Europa onder andere. Maar zo'n 8000 kilometer verderop ligt het land Oekraïne. En daar is het nog steeds onveilig. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die is deze week in Oekraïne. Want ondanks 2,5 jaar oorlog houdt Oekraïne nog steeds het hoofd boven water. Problemen nemen wel toe. Van niet meer functionerende ziekenhuizen tot corruptie, hoge energiekosten, ronddrijvende mijnen. De ellende is alom. Vandaag een verslag vanaf een verlaten vakantiepark aan de Zwarte Zee. Dobreden, meneer Zavut Geert-Jan. Ja, journalist is Kalandi. Just a little reportage, Jeroen. Locatie, Koblefe. Project Vluchtelingenflat aan de Zwarte Zee. Probleem, raketten en rekeningen. Wat maakt ze? Het is just... Kuretje. Ze maakt lekkere kippen, chicken wings. Voor hoeveel mensen? Dus de человек is just готовьтесь. 170 mensen. Veel kip. Van eten. Nog een koeretje pastradaal. Je hoort de stem van Jeroen Ketting. Samen met deze Nederlandse ondernemer reis ik deze weken door Oekraïne. En we staan nu in het provisorische keukentje van kokkin Natasja. Dit is een noodkeuken die ze sinds 2 weken hebben geopend omdat ze de elektriciteitsrekening niet meer konden betalen. Ze hadden een grote keuken met een kantine voor 170 mensen waar elke dag gekookt werd. Maar er staan nog echt van die Sovjet-elektrische kookplaten en dergelijke. En ze konden rekening niet meer betalen, dus ze moesten daar weg. En ze hebben nu in dit kleine, deze kleine ruimte, een soort badkamer lijkt het wel, hebben ze een noodkeukentje ingericht, zodat ze in ieder geval nog 1 maaltijd per dag aan de 170 vluchtelingen in dit vluchtelingencentrum kunnen geven. Met zijn stichting Lifeline Ukraine begeleidt en ondersteunt Jeroen Ketting tientallen projecten in Oekraïne. Waaronder deze vluchtelingenflat waar we nu zijn, op een verlaten vakantiepark in Koblefe. Een dorpje aan de Zwarte Zee. Ketting is, zoals hij dat zelf zegt, humanitair ondernemer.
Maar wat als de energieprijzen in een jaar tijd al bijna verdubbelen? Omdat Zelensky zegt dat dat geld nodig is voor het herstel van de vernietigde energiecentrales. Ook Jeroen Ketting kan immers het geld van zijn donateurs, vaak grote Nederlandse bedrijven en veel vermogende Nederlanders, maar één keer uitgeven. Het mooiste zou zijn als we in Nederland nieuwe of tweedehands zonnepanelen zouden kunnen krijgen, hier op het dak leggen. En dan is het is opgelost. Want dit gebied, het is een origineel vakantiegebied. Het heeft het hele jaar rond heeft het voornamelijk zon. Want als dat niet gebeurt, dan zullen we hierbij moeten dragen aan de elektriciteitskosten. Dat is 4.000 euro per maand. Dat is 48.000 euro per jaar. Ik weet niet wat in Nederland zonnepanelen kosten, maar ik denk dat we misschien best een stukje kunnen komen met 48.000 euro per jaar. Dus idealiter of tweedehands zonnepanelen uit Nederland, of misschien nog zelfs beter als het binnen een budget past, zonnepanelen die hier uit Oekraïne komen, want dan ondersteun je ook de Oekraïnse economie. Terwijl de energiekosten maar blijven stijgen, worden de 170 vluchtelingen in Koblevo hier steeds armer. Zelensky heeft dit jaar de toelage voor ontheemden in eigen land namelijk gestopt. Daartegenover staat dat de meeste Oekraïners hier op dit verlaten vakantiepark in ieder geval veiliger zijn dan in hun eigen Gerson, waar ze vaak vandaan zijn gevlucht. Ik praat er net over met Anatoly als het volgende gebeurt. Dat spies na matrasje is ja trusit. Achteraf lezen we dat bij Yuzhne, een havenstad hiernaast Koblevo, een Russische Iskander-raket uit de lucht zou zijn geschoten. Vermoedelijk door een Patriot-systeem dat bij Odessa zou kunnen staan. We stonden daar met de vluchtelingen bij een soort bijeenkomst te praten, ja, wat ze nodig hebben. En zo'n harde knal, daar is men dan niet op voorbereid. Dus men schrikt dan nog steeds. Voor meer luchtafweer moeten we weer bij andere Nederlanders zijn. De nieuwe ministers Veldkamp en Brekelmans waren dit weekend namelijk ook vlakbij Koblevo, namelijk in Odessa. Daar beloofden ze Zelensky dat nieuwe lanceerrichtingen voor een Patriot-systeem en een radar er snel aankomen. Over tweedehands zonnepanelen voor Oekraïne heeft het tweetal niks gezegd. Tot die tijd maakt kokin Natasja er maar het beste van. En het lekkerste. Avsjanochka, dus is pap. Dan boekweit soep. En padlivka. Ah, het is padlivka. Dit is een soort jus met worstjes erin. Oké. Als je dit drinkt, of deze vette jus, dan kun je er wel een paar glaasjes sterke drank bovenop leggen. Daar kom je er wel uit. Beetje zwaar voor het ontbijt, denk ik. Maar toch, je hoorde onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Morgen is hij in Stepanivka, dat is een dorpje vlakbij Gerson. Zijn verslag hoor je dan hier in de ochtendspits. En op onze website bnr.nl kan je alle verhalen nog teruglezen. Ja, gaan we naar de kranten in de Financiële Telegraaf. Regelobesitas is groeibreker, zegt de voorzitter van MKB Nederland, Jacob Vonhoff, in de Financiële Telegraaf. En overhandigt dus vandaag de nieuwe ondernemersagenda aan Dirk Beljaerts, onze kersverse minister van Economische Zaken, met de oproep: het kabinet Schoof moet de ruimte om te ondernemen teruggeven. In de Telegraaf: Forens moet op de motor. De rijvereniging pleit ervoor dat werkgevers de motor actiever promoten bij werknemers. Volgens de rijvereniging halen opvallend veel jongeren hun motorrijbewijs. En zou dat een deeltje van de oplossing kunnen zijn voor het fileprobleem? Ja, dan moet je kleedruimtes krijgen en een slotje, een kluitje voor je helm. Ja. Dan in het AD. Juni is alweer de 13e maand op rij met een wereldwijd temperatuurrecord, blijkt uit onderzoek van de Europese Klimaatdienst Copernicus. Gemiddelde temperatuur lag in juni op 16 graden. Dat is koud voor de tijd van het jaar. En tot slot nog even economisch nieuws in het FD. Delivery Hero vreest kartelboete van ruim 400 miljoen, schrijft de krant. De Duitse maaltijdbezorger houdt rekening met een boete van de Europese Commissie vanwege schending van de kartelregels. Dus 400 miljoen. Ja, en dan komen we terecht bij de Canadese Kelly Black. Want eind juni zat hij in zakkenas. Zijn geliefde tuinkabouters die waren ineens verdwenen uit zijn voortuin in het plaatsje waar hij woont, in Kelowna, in Canada. Nou, omdat er de afgelopen tijd wel meer dingen werden gejat daar, waaronder een kano, dacht hij, ja, er zijn weer dieven, die hebben mijn kabouters meegenomen. 10 tuinkabouters. En hij dacht al van, nou, die ga ik nooit meer terugzien. Tot er op 3 juli ineens op zijn achterdeur werd geklopt door een onbekende vrouw. En die overhandigde hem een envelop met daarin de homeowner. Nou, Blair opent de envelop en daarin zat een afgeknipte afbeelding van een kabouter met daarop de tekst The Gnome Restoration Society. Huh? Die mysterieuze vrouw wilde geen vragen beantwoorden en gaf Blair de opdracht haar naar haar auto te volgen. En toen ze de achterklep van haar auto opende, stonden ze daar. Alle 10 tuinkabouters van Kelly Blair
volledig gerestaureerd. Allemaal schoongemaakt, voorzien van een nieuwe likverf. Helemaal nieuw, alsof ze zo uit het tuincentrum gerold waren. Met z'n tienen. Blair is dolblij dat hij herenigd is met z'n tien kabouters en wil de mysterieuze weldoeners heel graag bedanken. Echt fantastisch, hè? De Gnome Restoration Society, die dan gewoon je tuinkabouters weghaalt, ze redt en ze weer helemaal opknapt en weer terug komt brengen. Staan er in Eck en Wiel kabouters? Er staat er één. En die heeft een pak aan waar BNR op staat. Serieus? Ja? Ja. Oh. Ik ben er kort bekijken, maar die hoeft niet gerestaureerd te worden. Nee. Blijf weg uit je tuin. Ja. Dank. Zo niet.